Politie met de wiel. Ik kom hier naar binnen. Wie is hier zo schattig? Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ga vandaag weer wat anders doen dan normaal. Ik ben dit keer niet in Almere, maar ik ben te gast hier bij Emiel in Utrecht. En wat gaan we doen vandaag? We gaan de horecadienst in. Dus welkom bij het uitteam in Utrecht. En we gaan zorgen dat de stappers in Utrecht een leuke avond kunnen hebben. Oké. Okay. Is dat heel anders dan Almere, denk je? Ik heb geen idee, want ik ben er nooit in Almere geweest. We gaan in ieder geval, wij zijn samen met het uitgaanspubliek, samen met de portiers, met de ondernemers. Proberen we er in ieder geval iets leuks van te maken. En de gasten die er een ander beeld bij hebben, die komen bij het café van de politie. Nou, dat klinkt goed. Nou, we gaan het allemaal zien. Ik ga jullie beleven en misschien daar nog wat uitleggen en hoe ze allemaal hier te werken. Leuk dat jullie weer kijken. Wij zijn bezig met een pilotbus gaan we mee op gaan. We hebben het gelukkig door de bakkenstraat heen. Dream of something sweet. I won't be there soon. Een maatje groter nog voor je. Ja, is goed. Ja, let's go, we gaan. Zo, wat fiets, lampje aan. Nou, we gaan hier de horeca straks draaien op de bike, dus ik heb even een mooie helmpje uitgezocht. En Emiel, wat heb je net gedaan met dat berichtje wat je gemaakt eigenlijk? Wat is dat precies? Ja, jij denkt dat alleen social media telt in Utrecht, maar we hebben natuurlijk nog meer spullen om te communiceren. We hebben een app in de binnenstad, die is gemaakt voor portiers en ondernemers. En met die app kunnen de portiers heel veel informatie terugvinden over drugs, wapens en wat hebben we nog meer, ontzeggingen, allemaal dat soort dingen zitten er allemaal in. En we kunnen ook een pushbericht versturen. Dus ik heb net de horeca een pushbericht gestuurd dat we eraan komen en dat we gaan filmen. Dus iedereen weet dat jij in Utrecht bent, jongen. Nou, dat is goed om te horen. Ja, dat moeten we maar gaan zien. Nou, misschien zal ze wat afbeeldingen doen van die app. Jullie een beetje een beeld erbij, wat voor info erop staat als de kant tenminste. Ja, en dan gaan we fietsen. Is voor mij heel lang geleden in ieder geval. Ja, hou maar recht. Dat is goed, we doen. Hoi. Nou, we beginnen de dienst even met een rondje langs de diverse horecagelegenheden in Utrecht. En gelijk even een praatje met de portiers. Of hebben ze ruzie met elkaar nu? Nou, een beetje vrouwen trekken en drinken en toestanden allemaal. Maar ik heb binnen lopen nog 7 beveiligers, want het is daar een beetje hectisch allemaal. Het spel is dan dat ze de bar willen veroveren. Ze vliegen ze met honden aan die bar overheen. Ja, dat gaat nu wat fout. Ja, ook een beetje hangen en drinken en duwen en zo. En, Nou, binnen is een en ander afgespeeld, waarop iemand buiten is gezet. Het personeel heeft dat zelf geregeld en wij als politie hebben daar verder ook geen bemoeienis mee. Nou, we krijgen gelijk een melding van een vechtpartij in een kroeg. Er zouden twee heren aan het vechten zijn. In ieder geval gaan we onderweg samen met andere collega's die ook aanrijdend zijn. Nou, iemand ter plaatse blijkt de ruziemakers al door personeel naar buiten gewerkt te worden. 40, twee man onder controle, om even een autootje ter ondersteuning. Er wordt niet meer gevochten, maar er wordt wel eentje onder controle gehouden. Nou, we nemen als eerste de twee heren even apart. Kom maar.
Klaar. Politie, politie, politie. Even normaal doen. Politie. Vier staan, jongens. Nee! Leg je shit uit, rustig! Nou, dat was een vrouw. Even hier staan. Hallo, luister. Luisteren, politie. Anders ga ik je pijn doen. Even meelopen met me. Nee, doe me nou al pijn. Luister. Wat is er aan de hand, jongen? Niet de vrouwelijkste vrouw. Ja. Nou, als je het hoort, zijn de twee heren zeer dronken. Ik probeer het verhaal heel goed te krijgen wat eigenlijk aan de hand is. Omdat ze een meisje duwden. Nou ja, het is al een vrouw, beetje als een man en een meisje. En ze werd behoorlijk aangevallen. En ik dacht van, oké, is goed. Zo werkt het toch? Ik wil gewoon met mijn maatje weg hier ook. Ja. En we hebben nog hartstikke veel geld. Goed, hè? Ja. Oké. Vertel, wat is er aan de hand, joh? Luister, ik ben met mijn maatje. Ja. Helemaal rustig. Maar we mogen hier niet weg. Oké. Waar is mijn maatje nou dan? Geen hoe moet ik mijn rustig aan. Ja, hij heeft me nog. Ik wil daarheen sprinten. Wat doe je? Wacht nou even, ik vertel aan de politie normaal. Nee, blijf gaan even mee. En toen was er een man, zeg maar best wel een dikke man, yeah. Een beetje gezette man. Zeg maar echt weinig hier in zijn borst, veel hier in zijn buik. Sorry. Ja. Ik wil er nu heen. Oké, je mag hier even blijven staan. En die sloeg echt een man echt helemaal om. Maar wie is die andere meneer dan? Wat denk je? Ik heb nog genoeg geld bij. Nee, je mag heel even wachten. Nee, ik ga weg. Je mag hier even wachten en even luisteren naar mij. Ja, ik bepaal hier wat er gebeurt. Rotom, niet jij. Anders hou ik je even aan, ja? Sorry dat ik je aanval. Ik vind het wel genoeg hoor, eigenlijk. Wacht even. Gaan boeien hoor. Politie bij de aangehouden. Omdraaien. Nee. Omdraaien. Is goed. Omdraaien. Handen tegen de muur. Waar is mijn maatje dan? Omdraaien. Omdraaien, luisteren. Klaar nou, luisteren. Ja, ik wil luisteren. Luisteren, maar, rustig aan. Mooi zo, gewoon even meewerken. Hoeven wij ook rustig aan, jochie. Heel goed, jongen. Ik wil luisteren. Ga maar goed. Waar is mijn maatje? Die daar. Ja, ga je gang. Prima. Politie met de wiel. Hi, zeg het eens. Waar is mijn maatje? Jongens, ga eens rustig. Die beest wil eens weten. Ja, kom eraan. Yo. Maatje is oké. Mag ik u vragen? Nee, je bent zo aan de beurt. Als je even gaat wachten, kom er zo bij je. Ja, hier gaan. Nee, ik hou gewoon even van. Nee, doe. Heeft u lichte maatschappij bij? Ja, tuurlijk. Nou, uiteindelijk wordt één jongen aangehouden dat hij niet wil meewerken. En een nieuw wil aanvallen. Voor de andere jongen noteren we gegevens en dan gaan we met volg. Nieuwe melding. Dan voor de 42. Of die willen gaan naar Tivoli, 7 pillen aanhouding bij de receptie over. Nou, komt de volgende melding, krijgen we een melding dat een dronken meneer een kroeg niet wil verlaten. Het personeel krijgt in ieder geval niet naar buiten. Dus de hulp of de komst van politie is gewenst. Maar je wil hem gewoon uit hebben? Nee, dat krijg ik niet uit. Het is... Ja, ter info, het is natuurlijk beneden. Ik ga even naar beneden en dan blijft mijn maatje even boven staan voor het bereik over. En een meneer binnen zitten die niet weg wil? Ja. De telefoon is, we hebben al eerder een mappetijdje gehad met vier van die jongens. Ja, gaat er maar één iemand, dus we gaan eerst op wel dit moment kijken. Gaat er maar één iemand. Ja. Loop mee. Meneer, die weg hoor. Ik moet niet met hem uit. Ik zat al een beetje af in de richting. Dit is echt niet normaal. Kom maar. Het ziek idee. Heb je wat gestoken? Ik had een helm op, schild. Oh, gelukkig. Hoe is het, jongen? Meneer, het gaat slecht. Oh, waarom? Meneer, kijk, ik kan me nu niet inhouden. Ik ga nu sowieso huilen. Oké, wat vervelend. Meneer, kom, we gaan hier even staan. Ik heb in het verleden een hele grote fout gemaakt. Zo kwam ik hier naar binnen. Ik ga nooit iets fouts doen. Ik kom hier naar binnen. Er is niks aan de hand. Er waren wel vrienden achter mij hier naar binnen gekomen. Ja.
En ik kan u beloven, ik hoop dat ze niks in die camera's hebben weggeveegd. Ik hoop het. Ik hoop dat ze daar niks op die camera hebben weggewist. En ik weet 100% dat ze dat hebben gedaan. Okay. Maar ik zeg u eerlijk, ik was daar binnen. Ik wil een leuke avond maken. Ik heb al een hele zware week. Ik volg mijn opleiding. Ik wil weer iets nieuws. Ik wil weer iets goeds maken van mijn leven. Yeah. Ik kom hier naar binnen. En op een gegeven moment... Ik bloot jullie allemaal dat ik niet meer hier kan zijn. Ik heb niemand hier. Ik heb niemand hier gedaan. Heb je ondertussen even je legitimatie? Ga ik ondertussen even je naam opschrijven? Heb ik niet. Dat is mijn probleem. Dat heb ik niet. Ik heb alleen mijn naam erop? Ik heb met mijn naam... Met mijn iets. Heb je iets met je naam erop? Kijk, zo gaat het. Daar kan ik... Kijk, ik kan nu niet weglopen. Nee, hoef niet zo pijn te doen. Nee, ik begrijp je. Hoeveel discussie met mensen aan? Ja. Waarom wilt u niet mijn verhaal horen? Ja. Jawel, waarom wilt ga door. U, ga door. Waarom wilt u niet mijn verhaal horen? Ja, ga door. Waarom getelt mijn verhaal niet? Ja, maar vertel, wat is er aan de hand? Het lijkt zo dat ik mensen daar binnen lastigvallen. Maar dat gaat niet om. Ik heb daar binnen... Meneer, wilt u zich er niet mee bemoeien, alsjeblieft? Kijk, en hij is diegene... Doe even rustig. Nee, maar begrijp... Meneer, was je verhaal aan het vertellen? Ga door. Nee, ik kan. Het volgende, u bent gewoon onder invloed. De eigenaar wil u vandaag niet meer binnen hebben. Dus voor vanavond houden we het op. Nee, maar dat gaat niet op. Ik heb wel gegevens, maar ik heb geen ID-kaart. Ik hoor van meerdere mensen dat er gevraagd is of u naar buiten wilde gaan. Dat wilde nee, was ik ook naar buiten gaan, maar ik ging naar binnen. Ja. Het spijt me om verhaal te zoeken. U bent onder invloed en dat is toch niet handig? Nee, dat gaat niet om. Jawel, want als u onder invloed, dan kunt u beter zeggen, als u een slechte excuus zou doen, dan slaapt u uit en dan komt u morgen terug en dan beetje excuus. Maar dat betekent toch niet dat ik mensen ga loslaan of wat dan ook. Dat heb ik nooit in mijn leven gedaan. Maar er is wel gevraagd of u de tent wil verlaten. Dat heb ik ook gedaan. Maar ik wou alleen verhaal horen, want weet u... Maar soms is het niet goed om op hetzelfde moment verhalen te horen. Maar weet u wat ik daarvoor... Mijn telefoon is niet kapot, meneer. Nou, de man geeft even aan dat er binnen wat voorgevallen is. Echter krijgen we totaal niet helder wat er aan de hand is. En hij staat erop dat we nu alles gaan uitzoeken en verhaal gaan halen. Tenminste, meneer wil verhaal halen. Dus wij geven eigenlijk de keuze om nu weg te gaan en op het later tijdstip terug te komen als hij van nuchter is. Nou, meerdere kansen en een begeleide meneer even weg. Want ik weet dat hij komt naar rechts staan. Het maakt niet uit of ik hier nu weg... Niet een persoon die u naar u toe loopt, terwijl die mij nek vasthoudt en daar kan ik niet tegen. Dat weet ik, want die heb... Nou, we proberen meneer in ieder geval weg te begeleiden bij de kroeg, zodat de overlast daar stopt. Echter, meneer wil heel graag toch terug naar de kroeg. En uiteindelijk resulteert dat toch in een aanhouding die toch had kunnen voorkomen. Als meneer gewoon de andere kant op was gegaan en zijn eigen weg had vervolgd. Kan ik niet tegen. Dat weet ik, want je weet dat ik in mijn rechts sta. Je mag me hier... Dan spaar ik wel een maatje en dan... Moet je echt aangehouden worden? Is het zo erg met je? Ben je zo dronken? Ik ben niet zo dronken, maar ik sta op mijn recht. Ja. Nogmaals, in mijn eentje. Sorry dat ik in mijn eentje die kant op. Luister nou eens even. Sorry. Of je nou wel of niet... Weet je dat ik het niet erg vind? Maar ik echt heel erg. Ik vind dat je dom bent. Nee, maar ik ga toch niet... Helemaal maar... aanhouding. Oude gracht. Onthoekje bij de melding. Nou, het is al een paar uur verder zo in de nacht. We zijn nu weer even van het bureau, even voor de maaltijd. Het loopt al lekker door zo in de dienst. Ze konden in de tussentijd even geen updates geven. Maar er zijn inmiddels geloof ik 5 verdachten aangehouden. 2 bij een club die in ieder geval drugs naar binnen wilde halen, voornamelijk ecstasypillen. Nou, beide verdachten zijn ingesloten en er wordt onderzoek naar gedaan. Nou, we hadden 1 meneer die was uit een tent of een kroeg gezet. Nou, die bleef voor de deuren ook lastig. Nou, jullie hebben het gehoord. Meerdere malen vragen of meneer nou echt wilde gaan en uitgelegd dat hij morgen in ieder geval verder zijn zaak kon doen. Wilde niet luisteren naar uiteindelijk aangehouden voor de openbare orde of dronkenschap. En wat hadden we nog meer? Oh ja, we hadden ook een ruzie, ook in een kroeg hier. Nou, ook 2 heren die naar buiten werden gezet, wilden het verhaal aanhoren. 1 meneer konden we redelijk contact mee krijgen, in ieder geval gegevens genoteerd en die kon heen met een ontzegging van de kroeg. En die andere meneer
Nou, die wilde niet luisteren naar Miu. En die is uiteindelijk aangehouden ook voor de verstoring en openbare dronkenschap. En er is nog een fietsendief of een heling fietsendiefstal aangehouden. Die is inmiddels ook aangesloten. En de fiets wordt naar het bureau gebracht voor onderzoek. Maar nu even een hapje eten aan het bureau en kijken hoe verder de nacht nog loopt.